De Nederlandse justitie doet onderzoek naar het mogelijk witwassen van 75 miljoen euro door 3 banken en 5 geldwisselkantoren uit Suriname. Dit meldt de Telegraaf vandaag. Het geld werd per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Vorig jaar nam de Nederlandse justitie 19,5 miljoen euro in beslag. Nooit eerder was beslag gelegd op zoveel contant geld. Het Openbaar Ministerie liet het geld in beslag nemen omdat het overgrote deel geen legale herkomst had. De eerste zitting rond deze zaak was vanochtend in Nederland. Suriname vecht de inbeslagname van de partij Cash aan.